maakt irrigatie je kopzorgen? Dan is er Mirlet. Mirlet is een handige adviestool om telers van bladgewassen in de grondteelte ondersteuning te bieden in hun irrigatiemanagement. Water is immers een kostbaar goed. Ook in de tuinbouwsector moet hier efficiënt mee omgesprongen worden. Mirlet staat voor beredeneerde irrigatie en helpt de teler bij het uitvoeren van de optimale giften. Mirlet adviseert het aanbevolen volume door een berekening van de verdamping van het gewas. Bepalen van het optimale tijdstip en het effectief uitvoeren van de irrigatiebeurt blijft een belangrijke taak van de teler. Sinds 2016 wordt Mirlet in alle seizoenen en op verschillende Vlaamse bodemtypes succesvol gevalideerd. Zowel in kropsla als in alternatieve slasoorten, zoals lolobionda of eikenbladsla. De tool bevat een sensorpakket dat in het gewas komt te staan en er de nodige parameters opmeet. Een eerste generatie vereiste nog stroomvoorziening via de kabel, maar ondertussen zijn er ook autonome pakketten beschikbaar, gevoed op zonne-energie. Via een interactieve applicatie krijgt de teler in een oogopslag te zien hoeveel water de afgelopen dagen verdampte en hoe zijn irrigatiestrategie zich verhoudt ten opzichte van het model. Van achter de pc of via de smartphone vanuit het gewas, Mirlet is nooit veraf. Via PCG, via het proefstation. We kwamen in contact met de Mirlet-sensor door Chris Wallikan, die werkzaam is in Inagro. En hij vroeg om even uit te proberen. De proeftoon van Catalana heeft mij daarvoor gebeld. Dat ik daar interesse voor had voor mee op te starten voor proef. Ik ben tevreden over de irrigatiehoeveelheden dan ze mij voorstellen. Maar je kunt zelf kiezen hoeveel je exact heeft. Dat is een voordeel. Ja, het is nog altijd een tuner die, hoe moet ik het zeggen, het meest omvoelt of dat hem wel of niet moet gieten, hoeveel dat hem moet gieten. Maar het is een hulpmiddel, het is een extra middel. Samen met de klimaatcomputer, de weersvoorspelling en de stand van gewas. Ja, dat is eigenlijk heel interessant dat je weet wat de plant verdampt en zo. Of dat dingen. En welk water dat je moet bijgeven. Het gebruik van de sensormodule is zeer eenvoudig om te installeren. Je hebt enkel elektriciteit nodig in de serre. En een klein plaatsje waar je het kan plaatsen tussen de salade. Online omgeving. Dat ging redelijk gemakkelijk, vind ik. Ja. Want dat valt. Dat inloggen en zo, dat gaat goed. Hoe de informatie wordt weergegeven is voor mij heel duidelijk eigenlijk. Je kunt dat goed van dag tot dag volgen eigenlijk. Ja, dat was prima. Als ik die mensen niet had gehad, dat ik het niet klaar gekregen. Ja. Voor de ondersteuning in het begin, voor te starten en zo, is de ondersteuning goed. Maar later, als er problemen zijn en je meldt die, dan wordt die al snel opgepakt eigenlijk. De meerwaarde stelde bij mij vooral in de zomer. Dan klopte het heel goed. En dan kon het goed volgen met het weer en zo. In het najaar, in het voorjaar, geeft hem in het begin wat minder aan. Maar het verloop van het seizoen klopt het wel ook. Je kunt dat wel volgen door. Ik zou de applicatie zeker aanbevelen aan andere collega telers. Je hebt toch meer inzicht wat de gegevens zijn van verdamping. Momenteel hebben we op ons bedrijf al geïnvesteerd in eigen sensoren.